Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video. Ik voel dat er weer van alles gaande is in het collectief. En er is heel veel zwaarte, heel veel dichtheid, heel veel neerslachtigheid, veel pessimisme, verloren zijn, in de void gevoel zijn, dus het gevoel dat je hangende bent en dat het nergens is. Dus ik dacht van, laat mij eens kijken wat dat er eigenlijk gaande is. Dus welke boodschap mogen we geven? Wat is, moeten we weten voor de energie op dit moment? Dank u. Gaan ze leggen zoals dat ze gekomen zijn. Dus daar hadden we de Queen of Pentacles. Een nieuw begin. Five of Wands. En wacht even. Ja, ik had ze verkeerd gelegd. Moet ze leggen zodat ze goed liggen bij jou, hè? De boodschap dat ik hierbij kreeg, is dat we eigenlijk door geen nieuw geboortekanaal gaan. Ja. Dat we leren wat het betekent om een energie in een fysiek lichaam te zijn. En daarom kregen we hier ook die Queen of Pentacles. Dus dat we leren, want eigenlijk is het wel grappig, hier is Queen of Pentacles, hier is de, oh, ik ga het zo doen, de Queen of, de King en de King, sorry, twee koningen. Die van de aarde en die van het waterelement. En dat is hetgeen wat we op dit moment nodig hebben. Ik weet niet toevallig dat hier super hard aan het trainen is op dit moment. Maar dus, doorheen het nieuwe begin dat we aan het geboorte aan het geven zijn, dat we eigenlijk ons door dat geboortekanaal aan het wringen zijn, weer maar opnieuw nogmaals, gaan we veel meer vanuit de verbinding met onze emoties onze wereld kunnen vormgeven. En daarom is het een nieuw begin. Maar dat vraagt van ons om natuurlijk alles in ons leven op een andere manier te gaan bekijken. En dat maakt dat we nu aan het worstelen zijn. Want het zijn nieuwe dingen. We weten niet goed wat het gaat brengen. We weten niet goed waar dat het gaat zijn. We weten niet goed van, ja, als we dat nu gaan veranderen en we laten dat los, wat komt er dan in de plaats? En dat maakt dat we eigenlijk chaos in ons hoofd creëren. Doordat we voortdurend van ons hoofd naar ons hart, van ons hoofd naar ons hart, we worden constant voortdurend heen en weer geslingerd. En dat creëert problemen, dat creëert chaos, dat creëert stress, dat creëert onzekerheid, dat creëert depressieve gevoelens, dat creëert gevoelens van verloren lopen, verloren voelen, verloren vastzitten, niet weten waarheen. Dus dat zijn de dingen. En het is ook niet zo toevallig dat we dit nu al ervaren, want op 16 juni, dan staat Mars, planeet van actie vooruit. En het teken van, of in conjunctie met de planeet van onze wonden, gewoon de healer, dus Chiron. Dus dat is hetgeen waar dat we nu al gewoon aan het voelen zijn en waardoor dat we geen harmonie voelen in ons leven. Plus, we zitten ook in het teken van tweelingen. En tweelingen, ja, er zijn twee kanten, dus die worden constant heen en weer gesleurd. En dat is hetgeen waar dat uiteindelijk gaande is. En wat wordt er ons gevraagd, is twee judgment results, om ons oordeel, dus die gedachten die we hebben, die de vastheid, de finaliteit, de zekerheid rond de dingen die we hebben en kennen, om dat volledig los te laten. Want dat is hetgeen die chaos hier creëert. En dus is het belangrijk om bewust, vanuit bewustzijn, vanuit die hogere energieën, om onze gedachten anders te gaan vormgeven. Want we hebben, kijk, je kan je gedachten gebruiken om je zorgen te maken en om vanuit controle je wereld proberen vorm te geven, maar dat gaat nooit de vervulling brengen dat we eigenlijk als een echte koning gaan willen. En dus vraagt het om te vertrouwen op de synchroniciteiten, om de verschillende puzzelstukjes, zodat we nog niet helemaal hebben, maar om degene die we hebben al proberen te leggen, wetende dat we ooit wel alle puzzelstukken gaan krijgen en eigenlijk die volledige puzzel gaan kunnen vormen. En dat is waarom dat we nu doorheen, dat is pathway, dus eigenlijk echt doorheen die vortex gaan, doorheen dat zwarte gat gaan, om opnieuw geboren te worden. Dat is het geboortekanaal. Dat is het portaal dat we doorheen gaan. En ik had gezegd in vorige video's ook, het 666-portaal was niet alleen op 6 juni, maar ook op 15 juli en uiteindelijk op 24 juni. Dus eigenlijk de hele maand juni
is een portaal, een doorgang naar dat nieuwe leven vanuit hier, die één, die nieuwe start, vanuit de verbinding met onze ziel. En dan krijg je hier de strength. En strength heeft te maken met eenheid. Heeft te maken met volgen van je intuïtie. De eenheid tussen intellect en intuïtie. De eenheid tussen mannelijke en vrouwelijke. De eenheid tussen boven en beneden. Dus boven wat we voelen in die energie. Om dan dat te gronden in de aarde. Dus dat is hetgeen. Als jij je inderdaad op dit moment verloren voelt. En de ene dag super gelukkig. En de andere dag. Zo depressief als het maar wat kan zijn, weet dat dit de reden is. Dat je gewoon voortdurend heen en weer geslingerd wordt tussen verschillende dualiteiten in je leven. Dat oude angsten rond bijvoorbeeld geld, rond het alleen zijn, rond niet goed genoeg zijn, rond jezelf worden, wat dan ook. Kijk die aan, schrijf ze op, maar overdenk het niet. Het is niet meer zo diepgaand zoals dat geweest is. Je hebt al heel wat werk gedaan. Zeker als je kijkt naar mijn video's en hoe dat je weet waar dat we mee bezig zijn. Je hebt al heel wat dingen gedaan. Maar we zitten aan een volgende fase. We zitten aan het volgende level. Het is gedaan met safe te spelen. Het is gedaan met oefenen. We zijn nu echt bezig met het echte werk. Dat is, kijk, dat is geen, dat we ook, wat ga je hulpzaam zijn? Openstaan aan het voor het universum om dingen op je pad te brengen. Al is het maar deze reading, al is het maar een lach van iemand die passeert, al is het maar dat je bijvoorbeeld een muntje van 10 cent of zo vindt. Het maakt niet uit, maar zie de kleine geschenken die er dagelijks in jouw leven zijn en kom los van wat dat er nog niet is. Kom los van de dingen die verkeerd gaan. Kom los van de dingen die je frustreren en die jou angsten en stress bezorgen. Want dat gaat uiteindelijk jou vooruit helpen. En verbind je met mensen die je goed laten voelen. Bel met je beste vriendin als je, of vriend als je bij hen jezelf kan zijn en als je met hen die dingen kan delen. Of laat je ondersteunen door een coach of een healer of een therapeut of wat dan ook, als dat hetgeen is dat je voelt dat je nodig hebt. Verbind je met gelijkgestemden. Word lid van een groep die jou, die weet waar je mee bezig bent, die hetzelfde pad loopt als jij. Want nu is het nog des te belangrijker dan ooit om je te verbinden met mensen die op hetzelfde niveau zitten. En dat kan zijn dat de een wat dan verder staat op de ander, maar uiteindelijk weten ze wat je doorheen gaat. En ze weten hoe dat het voelt, want ze hebben het zelf ook meegemaakt. Dus dat is op dit moment des te belangrijker, nog meer dan anders. Maar tegelijkertijd, verbind dan ook weer niet met te veel, want ook dan ga je jezelf weer meer belasten. Dus probeer ook daar echt al die balans te vinden. En weet dat zegeningen, overvloed, je wensen, dat die er al zijn. Je bent al één met je wensen, maar door de dualiteiten die je nog meer aan het uitzuiveren bent, kan je het nog niet volledig zien. Maar ze zijn er en ze zullen ook binnenkort zichtbaar zijn. En daarom, kijk, zie je hier ook weer het aarde-element, die ook weer hier naar boven komt. De aarde zorgt ervoor dat we altijd zullen voorzien worden. Dat we altijd de dingen gaan krijgen dat we moeten krijgen. Want dat is aan jou om jezelf te laten ondersteunen en om jouw energie voortdurend opnieuw weer te gronden. Wat zijn de boodschappen of het advies dat we nodig hebben om nog verder terug naar eenheid te komen? En terug naar eenheid, alsjeblieft. Dank u wel. Wat heeft het collectief nu nodig om te weten? Dank u, dank u, dank u. Ja, dank u. Waar hebben we? Stop met denken, voel en wees gewoon jezelf. En denk dat dat een hele belangrijke is voor de komende week. Zelfs wel voor de hele maand. Het vraagt moed om iemand diep lief te hebben. En zeker wanneer dat gaat om onszelf. Het grootste geschenk die je jezelf kan geven is vrijheid van de mening van anderen. Je hebt een leven te leven, leef het nu. Ik zou zeggen, ik keer even 10 seconden terug. Allee, luister nog eens naar die boodschap. Schrijf het dus noods op. Zonder hart voel je je als een gewonde. Maar laat dat je niet misleiden, want je weet wie dat je bent. Je bent liefde. Je bent overwerkliefde. Liefde. Je bent licht. En het is jouw keuze hoe dat je kijkt naar de wereld. Kijk je vanuit liefde en het universum, dan zal je alle liefde van het universum ook jou weer spelen en tonen. En dat is ook zo. Wanneer je constant keuzes maakt vanuit angst
Raad dan eens wat je gaat vormgeven en wat je nog meer gaat van zien. Datzelfde als je nu op zoek bent naar een nieuwe auto, dan gaan er plots daar duizenden van rondrijden, waar je voordien nooit dergelijke auto gezien hebt. En dat is gewoon waar je focus op richt, dat wordt je punt van aantrekking. En dus wil je leuke dingen aantrekken, wil je liefde aantrekken, wil je overvloed aantrekken. Focus dan op de dingen waar dat het al in je leven is. Want er gaat altijd wel iets zijn jou die vreugde gaat brengen. Het enige wat je moet, is ademen. En dat is ook zo. Voor de rest heb je altijd de vrije keuze. En hele belangrijke, leer werken met de vlammen. Echt waar. Dat is het meeste snelste manier om doorheen dingen te breken, doorheen dingen te transformeren. En voor deze komende maand zou ik heel vaak met de aquamarijnen vlam samenwerken. Want die gaat jou helderheid brengen, die gaat jou inzichten brengen, die gaat tonen waar je zelf saboteert, die gaat tonen welke coach of welk programma, welke cursus of training of healing of therapeut of wat dan ook dan nodig is om jou weer verder op je pad te brengen. Gebruik je energie wijs, en dus dat wil zeggen altijd voor je hoogste goed, want als het voor jouw hoogste goed is, gaat het automatisch ook voor het hoogste goed van een ander zijn. En stem elke dag af op je wensen en verlangens. Niet vanuit angst, maar vanuit vertrouwen, vanuit blijheid, vanuit een hoge emotie, vanuit dankbaarheid. En dan ga je zien dat het universum alles gaat doen en jou de weg vooruit stap voor stap gaat tonen. Dus je moet niks bedenken. Oh, ik verschiet van mijn katten. Ze zijn elkaar aan het najagen en ik schrik ervan. En terwijl je op dat pad loopt, luister naar je hart. Nee, luister naar wat je hart je vertelt. Maar ja, dus luister naar je hart is de korte versie. En laat de natuur je helen. Of dat nu regen is, of zon, of maneschijn, of zonneschijn, ga naar buiten, want het gaat jou de healing brengen die je nodig hebt. Zo, ik ga het hierbij laten, want ik moet mijn kinderen terug gaan ophalen van school. We zijn woensdag natuurlijk. Als je ondersteuning nodig hebt, of je zoekt inderdaad zo'n groep met gelijkgestemden, kijk dan, het link is hieronder de video. Want daar heb ik al uitgelegd op welke manier dat je met mij kan samenwerken aan jouw healing. En ik zou het fantastisch vinden om inderdaad samen met jou eventjes jouw pad, samen het pad te bewandelen om jou de meeste en de ondersteuning te geven. Zo, ik hoop dat je iets gehad hebt aan een boodschap dat wat jouw dag verlicht. En ik zie je in de volgende. Dag!